ben Manon van Salon. Wij zijn bezig sinds een jaar met een initiatief in Amsterdam. En dat gaat over mode, vormgeving, design, kunst en alle creatieve disciplines. Sinds een jaar zijn wij bezig al met 6 salon-initiatieven. De eerste begon vorig jaar juli. Daarna een flower salon, alles wat in het teken staat met natuur, vormgeving, mode en kunst. Een salon lokaal in Zuid-Afrika, een design salon, een wintersalon en nu bent u dus de gast bij salon 2. Salon 2 gaat weer over de kruisbestuiving tussen mode en alle gerelateerde disciplines in alle gaten en kieren van de stad Amsterdam, waaronder Amsterdams Museum. En hier hebben wij aan 3 modeontwerpers gevraagd om echt in situ hun werk neer te zetten. Masha Huskes. Zij zet haar zeer sobere, eenvoudige, mooie dorpenjurkjes tussen deze decadente ridders uiteindelijk toch? Matthijs van Bergen nu bezig met een gigantische installatie van papier, een schip slash jurk van papier. En dat is zeg maar een voorbode voor wat hij gaat tonen in september in de expositie die Mart Visser daar presenteert. Dus dit is puur een voorproefje voor wat daar gaat komen. Ik ben dus bezig voor salon 2, mode-expositie door Amsterdam heen, mode gerelateerd. En ik heb me laten inspireren eigenlijk door de regentenkamer hier. Ik was onder de indruk van de portretten met de modesteenkragen. En gebruik ik mijn mode ook altijd plisseerwerk, vouwwerk. Dus dat was een hele mooie link. En ik was ook heel erg enthousiast over de schepen en toen ben ik dus aan het vouwen en knippen met papier gegaan. Dus ik werk voor een keer niet met stof, maar helemaal met papier. En probeer een impressie van een schip te maken met allerlei verschillende papiertechnieken. Waarin ook weer het vouwen van de modesteenkraag wordt gebruikt. Dus hier. Achter mij in de Timmermans werkplaats komen objecten van Sjoerd Vroomland. En Sjoerd is een jonge, nieuwe, reizende ster aan het firmament. En is samen met zijn partner in business, Arjan Vaandrager, hebben zij het merk Vroomland. Naar deze ervaring.